Dus ja, we moeten voorbereid wezen als een voor ramp. We moeten voor 36 uur water in huis hebben en andere etenswaren. Dus ja. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag vrijdag. Vanmiddag lekker vrij. En ik ben bij mijn dronaanvlieg geweest. Ik had eerst er een met dronaanvlieg geweest. Dus ik heb een plankje hieronder. Want in de sneeuw, dat wat hem niet, komt op sneeuw in de pavels. Hij is nog niet geregistreerd, dat komt nog. Dat kan een tijdje duren. Kijk, mooi dan, de SE. Mini SE. Ik zou eerst een Mini 2 SE kopen, maar dat gaat niet door. Ja, veel kost en zo. En, jas. Ik hou deze, dus ook mooi. Kijk, een beetje opgepimpt. Komt nog wat van die kleine versterkers op die antennes, dat ik wat meer bereik heb. Niet dat ik hoger wil vliegen hoor, ik ga niet 500 meter hoog. Ja, sommige kan ook een paar kilometer hoog, maar ja, dat gaat hem dus niet lukken, dat ga ik dus niet doen. Even kijken. De telefoon is wat groter voor eigenlijk, maar ja. Zal de apparaat is niet op de... Kijk, mooi. Ja, de telefoon gaat net onder. Ik kan de tablet op, maar ja, daar moet ik iets aan verbouwen, maar dat doe ik dus niet. Dus ja, vandaag een dagje vrij. Nee, halve dag vrij. Steen van moeder is schoongemaakt. Dat zag er ook niet uit. Ik heb het idee dat er niet veel mensen komen, dus ja. Steeds niet veel werk op het werk. Ja, dat is, ja, het is een beetje jammer. Dus ik hoop dat het op het werk komt. Want dat werkt niet meer met mijn oude huis in te vliegen. Dat moet er voor een keer maar in gebeuren. Dus ja, dus dat is een beetje jammer. Dat er nog geen werk is. Dus ja. Dus ja, we moeten voorbereid wezen als een voor ramp. We moeten voor 36 uur water in huis hebben en andere etenswaren. Dus ja. Dus ja, het is, ja, ze denken dat we een derde wereldoorlog krijgen. Dat kunnen we heus niet. Daar ben ik niet bang voor. Dan zo'n derde wereldoorlog krijgen, ik snap het niet. Dus dat was een oud-generaal of zo, van de NAVO of zo. Dus die zei dat. Dus we kunnen straks wel eens een oorlog krijgen. Ja, ik ga geen 36 uur water verzamelen. En, dus ja, als er geen water uit de kraan is, hebben we pech gehad. Maar zo ver gaat het niet lopen. Ik denk niet dat de Poetin opwaagt om een NAVO-land aan te vallen, natuurlijk. Dat gaat wel gebeuren. Maar fijn, dus ja. Maar hè, wat? Goed je dat hier. Ja, allemaal water hier. Zien jullie dat? Allemaal water. Water bij de wijn. Kan zo gezellig zijn. Hier ook een water. Kijk. Water. Dus ja. Volgende vrijdag ook een vrijdag. Dat is mijn vriendinjarig. Jullie kunnen dan even feliciteren. Dus ja, en dan zijn vrijdagen wat om. Ja, goed vrijdag heb ik ook vrij. Ja, ik ja, ben blij dat ik 6 uur vrijdag samen buiten vlogen kan. Dat kan nu nog niet. Eind maart pas, dus maar, dat ziet ook weer op. Dus ja, zo in een rastelpark even vliegen, maar dat ja, was dat. Wat een link werkt met sneeuw aan troep. Dus hou je nu van mij te goed. Anders eens een keer op mijn vrijdagavond, als ik weer buiten vlog, kan ook altijd wel even. Dus ja, dat is een droom vanuit de hand op laten stijgen, dat vind ik een beetje link werk. Dus als je vingers, ja. Dit zijn geen speelgoeddrones, hè. Dus ja, de pop is. Professionele drones eigenlijk, en als je de propeller komt, heb je wel de vinger open, dus dat vind ik een beetje link. Ja, zijn mensen die laten de drone in hand opstijgen, dat durf ik niet aan. Ik ben eens een keer met de vinger tegenaan gekomen, dan kwam me allemaal best bloed uit. Dus dat gaat niet, ja, een plankje eronder. Dus ja, ik kan aardig goed drone vliegen, ik heb hem erop gekregen. Dus, maar fijn, dat gaat zeker een keer gebeuren. En, ja, dus fantastisch allemaal, hè. Dus, ja, lekker in de kist komt de lijn. Volgende week ga ik even een kookblog maken over een Hollandse gehaktschotel. Dus dat is even lekker. Ga ik even maken voor jullie. Het is deze week niet gelukt. Er zijn mensen geweest van het pakket te bekijken. Het ja, ziet er niet echt grandioos uit. Als eerste te zeggen dat het dat alles eruit moet. In een ernstig geval zit er een fabrieksfout in. En dan kan alles zo de prullenbak in, de container in. Dan heb ik weer 1500 euro lichter weer.
Maar ik ben dan toch 3 dagen moet ik mijn huis uit. Dus dat is weer wat voor een, ja, dat voelt niet, maar... Ja, als ik het zo laat, dan gaat het kapot lopen. Dan gaat het niet goed komen met de laminaat. De man kon niet, nu nog niet beoordelen als hij... Hoe, ja, misschien dat er nog de 3 takken over, misschien dat er 10 takken bij moet komen of zo. Dat kan hij nog, nu nog niet zeggen. Hij moet eerst 20 planken eruit halen. En wanneer het gaat gebeuren, ja, volgende week nog niet, omdat het regent en aan de wind. Dat is niet zo handig, want de boer moet eruit. Het hele huis moet leeg. Op de kom moet in de douche moeten we staan. Dus ja, op... ja. Dus in het ernstige geval dan, ja, dan breekt alles af. Dan alle laminaat niet meer herbruikbaar is, dan, ja. In het ernstige geval dan moet ik allemaal een nieuwe laminaat kopen. Dan gaat me veel geld kosten. De kattenkamer moet sowieso helemaal uit. Dat ziet er niet uit. Maar mijn broer kreeg het niet voor elkaar, dus het kan zijn dat er fabrieksveldje zit. En dan ben ik het haasje, dan kan ik allemaal weer een nieuwe laminaat gaan kopen. En dat gaat mij weer geld kosten. Ernstig geval. Dus ja, dus binnenkort weer bij mijn vriendin slapen, weer 3 dagen. 3 dagen. Dus ja, als het langer wordt, dan wordt het langer. En de katten moeten ook weer weg, daar ben ik niet zo blij mee. Die katten zijn nu wat gewend. En dan zijn ze weer omhoog de toeren. En dan lekker weer s'nachts wakker vanaf miauw. Het is niet anders, jongens. Als ik het zo laat leggen, dan gaat het in de loop van de tijd kapot. Kan zijn dat het al heel wat kapot is, omdat het op gaat lopen natuurlijk. Ik moet er overheen zweven, maar ja, het ziet er niet echt grandioos uit. Dus ik moet waarschijnlijk weer 3 dagen vrij nemen, want ja, ik kan die mensen de sleutels niet geven. Dus in het ernstige geval, dan kan er een fabrieksfout in zitten en dan kan alles weg. Dan kan je zo'n container voor laten komen en dan kan alles in een container. Dan heb je 500 euro lichter. Dus in ieder geval, wanneer dat gaat gebeuren, ja, moet het wat beter weer worden. Volgende week nog niet met harde winterregen. Misschien in februari, maar ik kan het ook zo laten. Maar de kans is dat in de loop van de tijd de boel op gaat kruipen of het gaat kapot. En dan ben ik verder van huis. Ik denk wel dat het nog wat erbij bestellen is. Maar als er een fabrieksfout in zit, dat kan natuurlijk. Hè? Alles kan natuurlijk tegenwoordig, maar... Dan moet ik vanuit gaan dat alles eruit moet. Alles kan dan de container in. Moet ik alles weer nieuwe laminaat aan gaan schaffen. Dat gaat zeker weer 500 euro. Zoveel. Dat gaat het wel gekost. Dus. Ja, het ziet er niet goed uit. Het is. Het is shit happens eigenlijk. Maar fijn. Ik hou jullie op de hoogte hoe en wat. Dus. Volgende week gaat het nog niet gebeuren, want het regent en halve wind, daar kan de boel niet op de kom staan. Misschien de week erop, ik hou jullie in ieder geval op hoogte, dus het ziet er niet zo goed uit. Ik had liever het anders gehad, maar ja. In ieder geval, ik ga nu richting huis. Dan zien jullie me zo weer thuis. Ik kom even thuis. Kijk hier, dat moet er allemaal uit. Dus ja, wat ik zo blijft liggen, gaat allemaal kapot. Dus ja, het is een beetje jammer allemaal. Kijk, dit ook. Dat, die hele rand, kan ze niks meer mee, dat kan wel weg. Die katkamer kan dan wel uit. Dus ja, in het ergste geval, dan zit er een fabriekshout in, dan kan alles eruit. Dan kan alles in een container en dan kan ik allemaal weer opnieuw gaan bestellen. Dat kost weer 1000 euro, ja, of weer 500 euro, denk ik. Dus, het is jammer, maar ja. Ja, volgende week komen ze nog niet. Ik hoor het nog, wanneer ze komen. Dus, volgende keer regen en harde wind, dat is niet logisch, dan is het niet verstandig om dat te doen. Ja, maar dus, maar in februari zou het mooi weer worden, dus wat, dat koopt me aan, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, ja, ik moet zien, ja, slaak hem ook. Dat hoort niet zo, hè, dat, moet tegen een punt aan zijn wat. Opzetplanten, dat is niet de optie niet. Dat moet, ja. Dat doen ze altijd als er geen plant is. En hier kan je niet de plant uit gaan slopen. Het kost een kostbaar. Kostbaar, dus dat is. Kost veel geld. Dus, ja, kledingkast ook, daar zijn ze dan wel een dag mee bezig. Dus voorlopig, ja, daar kun je nog niet op zeggen hoe of wanneer. Dus ik zou 3 dagen ergens anders heen moeten. Ik zou het vanaf dit moeten. Want ja, ik kan hier ook niet 3 dagen in huis vertoeven. Alles moet eruit.
Dus, maar fijn, het gaat zeker goed komen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik denk nog niet dat ik van een week al weet hoe het gaat. Dus, het is jammer, maar fijn. Het is hier lekker warm. Dus, ik ga zo snel mogelijk weer een kookblog maken met samen. Ik denk dat we iets gaan bakken. Ik denk dat we nog een kastje moeten hebben waar ik oven op moet komen staan. Aan die kant. Dus daar zit een stoktijd, dus kan niet mooi erin. Dus, maar fijn, ik hou jullie op hoogte. Ik ben bezig met nog leuke dingen op mijn kanaal te knallen. Dus met die andere kanalen ga ik ook mee bezig. Moet weer scheren. In ieder geval, ik zie jullie hier van maandag weer terug met een nieuwe vlog. Nicky, zeg maar tot maandag met een nieuwe vlog. Nicky. En Nicky was gisteren weg. Was Nicky gisteren kwijt. Maar ze zat in een kattenbak verstopt. Zeg dan een blogger nog. Abonneer mijn kanaal voor leuke video's. Volg me op Insta en Facebook. En graag tot maandag bij een nieuwe vlog van mij. Prettig weekend. Doei. Good Nicky.